Let's go, inderdaad. Nou, dat staat ook letterlijk. Ja. Oh nee, waar staat dat ook weer? De laatste bladzijde. Oh ja. Let's go. Ik ben Nadie. En ik ben Sita. En wij werken voor de Campus Creators Publishing redactie. Wij maken magazines en boeken van opdrachtgevers binnen de HVA. Het laatste magazine wat wij gemaakt hebben is deze, Magazine Go. Voor de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. En Magazine Go is een soort survival guide voor studenten van de faculteit Gezondheid. Er staat van alles in over minoren, onusprogramma's en wat voor keuze je binnen je studie kan maken. Hoe gaat het in je werk, het maken van de magazine? Nou, je begint met het overleggen met de opdrachtgever wat ze precies willen. Dan ga je een soort planning maken over vanaf dat moment tot de deadline. Zorgen dat we zoveel mogelijk informatie hebben. We houden interviews. Daar maken we mooie teksten van, we maken foto's, visualisaties. En als dat allemaal klaar is, dan pas wordt echt het magazine in InDesign gezet en dan gaan we het ontwerpen. Dan komen er nog 10 rondes overheen en dan halen we alle fouten er nog een keer uit. En op het laatst gaat hij naar de drukker. Nou, wat ik het leukste vind aan het maken van een tijdschrift is dat je best wel lang en intens bezig bent met de teksten, foto's, vormgeving. En dat je uiteindelijk ook echt gewoon het resultaat in handen hebt. Wat ik het leukst vind aan werken bij publishing is dat het eigenlijk voelt als een soort hobby. Ja, het is een cliché. Maar wat dan ook een bijbaan is. Omdat je gewoon bezig bent met iets wat je leuk vindt. Schrijven, ontwerpen, foto's maken. En ja, tegelijkertijd krijg je er ook nog van betaald. Hou jij van schrijven, vormgeving en fotografie? En wil je je portfolio uitbreiden, werk voor echte opdrachtgevers en je netwerk vergroten? Dan zijn wij op zoek naar jou in onze publishingredactie. Solliciteer nu via de link in onze bio.